SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties, Totec Installatietechniek en No Milk Today. Welkom bij de samenvatting van de wedstrijd SV Urk tegen HSV Hoek zaterdag 26 november 2022. De wedstrijd stond onder leiding van scheidsrechter Tunnes. Voor de wedstrijd was er 1 minuut stilte vanwege het tragische overlijden van Julian Daniel Karsten, de zoon van de trainer van SV Urk, Gert-Jan Karsten. En onze pupil van de week is deze week Hein-Jan Rot. Op een hele slimme manier maakt hij het eerste doelpunt van deze middag. Er zullen nog vele volgen. Na de aftrap van Urk meteen een hele brede paas richting de buitenkant van het veld. Waarbij Urk heel veel druk uitoefende op de verdediging van HSV Hoek. En zo was het meteen in de tweede minuut een mogelijkheid voor SV Urk, voor Lucas Graal. Maar zijn inzet gaat voorlangs. Toen was het Johannes Schrijver die zijn paas onderschept ziet. En is het HSV Hoek wat heel erg gevaarlijk is in die tegenaanval. En daar maak ik gebruik van meteen in die tweede minuut. En is het door Riek Impus meteen 1-0. De snelle uitval van HSV Hoek waar Urk zo bang was van tevoren. En meteen zijn achterstand na 2 minuten in de wedstrijd. Dan zie je Urk dat doorjaagt op de doelman van Hoek. En die speelt de bal zelf bijna in zijn eigen doel. Maar via de binnenkantpaal wordt hij gered. En is het geen gelijkmaker voor SV Urk. Maar wel een van die snelle tegenaanvallen. Door de snelheid in de aanval van HSV Hoek. Want daar was Urk en met name de plaatsvervangend trainer Albert Mark Nagel heel erg bang voor vooraf. En was het HSV Hoek hier de inzet, maar goed gekeerd door Lucas, door de Richard Strijker, de doelman van Urk. En dan in de 5e minuut de tegenaanval van Urk via Lucas Graal. En dan komt de bal uiteindelijk aan de buitenkant bij Lucas Tol, die met een van zijn bekende acties Jan Ras in stelling probeert te brengen. Met een 1-2 lukt dat. Jan Ras met een dubbele 1-2. En hij scoort dan wel de 1-1. Een hele sensationele opening van deze wedstrijd. Na 5 minuten een gelijke stand 1-1. Lucas Graal zoekt natuurlijk zijn tegenstander op, een van de plaaggeesten voor de verdediging. En dan is het een hele grote kans, een van de vele voor SV Urk via Rupert Neentjes. Maar hij faalt, of althans in ieder geval een hele goede inzet en een goede actie van de keeper Finn Murre van HSV Hoek. En weer een mogelijkheid voor SV Urk na een combinatie aan de linkerkant via Lucas Tol en Rikkel Brans. En uiteindelijk is de kopbal van Lucas Graal die net naast gaat.
En dan is het HSV Hoek dat de aanval zoekt. Want iedere keer doen ze dat via een hele snelle tegenaanval. Maar dan komt de mooiste aanval van de wedstrijd. Misschien wel de mooiste aanval van het seizoen. Of de mooiste aanval ooit van Urk. Aan de linkerkant 4-5 schijven. En uiteindelijk is het Lucas Tol die de bal breed kan leggen op zijn broertje Joël Tol. En die mist helaas deze het voortzetting en het resultaat van deze prachtige aanval over de linkerkant van SV Urk. Lucas Graal met een mooie paas gaat hij richting Rikard Neentjes. Rikard Neentjes komt dan in eerste instantie even wat schijnbewegingen en dan komt een mooi hakballetje richting Lucas Tol. Maar zijn inzet belandt in het zijnet en is het weer geen doelpunt voor SV Urk. En na 15 spectaculaire minuten met veel kansen voor Urk staat het nog steeds 1-1. Vrije trap van Ieder Neentjes aan de buitenkant. Wordt in eerste instantie goed weggewerkt. Is het aan de buitenkant. Urk de aanval zoekt. Een mooie voorzet. En de kopbal van Klaas Ras. Klaas Kramer die daar nog stond. Maar die bal gaat ook niet in het doel. En is het wederom. HSV Hoek dat met een snelle uitval probeert de tegenaanval te zoeken. En dan een inzet aan de net voorlangsgaand van Steve Schalkwijk, een van de topscorers van HSV Hoek. En dat levert een hoekschop op die verder geen resultaat oplevert voor HSV Hoek. En blijft het gewoon 1-1. Maar HSV Hoek blijft de aanval zoeken met een hoge voorzet van de buitenkant. En dan een open kopkans, maar die bal gaat over het doel van Richard Strijker. Inworp van Ieder Neentjes, weggewerkt door HSV Hoek. En dan is het Lucas Graal die HSV Hoek onder druk zet. En dan is het uiteindelijk weer een mogelijkheid. Maar nu voor Lucas Tol, die zijn inzet gekeerd ziet. Wederom door de doelman van HSV Hoek, Finn Murre. Lucas Tol, ook een van de plaaggeesten voor die verdediging met zijn individuele acties. En nu weer een mooie combinatie aan de buitenkant. Jan Ras legt de bal breed. En dan komt uiteindelijk Rikard Neentjes met een mooie inzet. Maar net van de verkeerde kant van de paal wat Urk betreft. En zo blijft het met al die mogelijkheden voor SV Urk nog gewoon 1-1. Hoekschop voor SV Urk wordt opnieuw ingebracht door Jan Ras. Jan Ras kijkt naar die tweede paal en ziet daar met Ron Klaas Kramer staan. Maar zijn kopbal gaat aan de verkeerde kant van het doel. En hij denkt ook van ja, dit had een doelpunt kunnen en misschien wel moeten zijn. En dan zit Rikert Jan Brands die dan aan de buitenkant Lucas Tol bedient. Lucas Tol, daar gaat hij. Is het de Rikert Neentjes in dit geval. Legt die bal breed en dan is het uiteindelijk toch 2-1. Na die vele mogelijkheden is het uit de voorzet van Rikert Neentjes Lucas Graal, die zijn 7e competitiedoelpunt hiermee maakt. De topscorer van SV Urk. En hij brengt Urk op een 2-1 voorsprong zo na een half uur spelen. Een hele mooie ingetikte goal uit de voorzet van Rikert Neentjes. De doelman van Hoek staat nog even te kijken naar de blessure van Klaas Romkes. Die helaas door een knieblessure het veld moet verlaten. En hij wordt vervangen door Hester Snoek. Maar het is HSV Hoek dat weer een van zijn tegenaanvallen op de mat legt. Via de rechterkant. Maar komt daar niet uit. Goed verdedigd door SV Urk. En dan ziet Jan Ras, die ook zoals al zijn medespelers een hele goede wedstrijd speelde en met name het spel op een uitstekende wijze verdeelde. Lucas Tol legt een breed op Rikard Neentjes, Lucas Graal aan de rechterkant. En er komt een mooie voorzet van de buitenkant. Kijkt nog één keer waar hij vindt mijn medespeler. En die vindt hij inderdaad in Lucas Tol. En zo staat Urk na een 38 minuten spelen op een verdiende 3-1 voorsprong. Een voorsprong die eigenlijk groter had kunnen en misschien wel moeten zijn, gezien het aantal mogelijkheden wat de Urkers voor zichzelf wisten te creëren. Een schitterende goal, Lucas Graal op Lucas Tol, 3-1. En was het HSV Hoek dat wederom een snelle aanval aan de buitenkant produceert. En is het terugleggen op het juiste moment waarbij het in dezelfde minuut bijna wordt het 3-2. Met andere woorden waar Urk een grotere voorsprong had verdiend en misschien wel had moeten maken. Maar ze gaan dan wel de voorsprong met de rust in met 3-2. En deze corner voor Urk levert niets meer op. Ruststand 3-2. Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties.
Totec installatietechniek. En No Milk Today. Na een hele spectaculaire eerste helft die Urk inging, afsloot met een 3-2 voorsprong, was het haast van Hoek dat de tactiek wat veranderde en overging tot het 4-4-2 systeem, waarbij Urk moeite had met de druk te zetten op het middenveld van Hoek. En dan was het de tegenaanval, de snelle tegenaanval van HSV Hoek, waarbij Klaas Kramer hier de aanval onderbreekt, maar wel ten koste van een overtreding en een gele kaart. Er komt de voorzet van HSV Hoek. Ze scoren wel, maar het is buitenspel. En zo blijft het gewoon 3-2. En is het HSV Hoek dat wel de aanval blijft zoeken, maar echt grote mogelijkheden kregen ze niet. Met uitzondering van hier dan in die tweede helft met een inzet die over het doel van Richard Strijker gaat. En is het Urk dat gewoon weer rustig adem kan halen. Jan Ras, die een hele goede wedstrijd speelde. Een mooie voorzet van Rikert Jan Brans. Op de 16 meter lijn is het Lucas Kraal. Maar zijn schot gaat voorlangs het doel. Krijgt de bal net iets verkeerd op zijn schoen. En zo blijft het 3-2. Tegenaanval van HSV Hoek, maar onderschept door Rikert Jan Brans. Maar zijn paas is iets te onzuiver om Lucas Schaal te bereiken. En de tegenaanval van HSV Hoek. Een van de sporadische goede aanvallen van Urk. Die uiteindelijk een voorzet van Ieder Neentjes op zijn naamgenoot Rikkelt Neentjes. Maar die bal gaat voorlangs en blijft het 3-2. Maar HSV Hoek geloofde nog steeds in wat meer dan een achterstand. Zoals hier is het uiteindelijk HSV Hoek dat de bal een mooie steekpaas geeft. En Richard Strijker, hij stond stil, maakt volgens het scheidsrechter Tunnissen toch een overtreding. En is het 11 meter ten koste van een gele kaart. En die 11 meter die wordt uitstekend hard en hoog ingeschoten door Steve Schalkij. En dan is het Schalkwijk. En dan is het Urk dat 3-3 toch teleurstellend. En de kopjes gaan een klein beetje naar beneden. Maar dan is het Urk dat toch weer alles eruit haalt. Om te proberen nog iets meer dan een gelijkspel van deze wedstrijd te halen. En dan is het Jan Ras met een hele mooie voorzet. Maar dan is het uiteindelijk is het Urk met een afstandsschot van invaller Pieter Brands. Maar zijn schot gaat voorlangs. Schitterende redding van Richard Strijker en de rebound weet uiteindelijk HSV Hoek niet tot een doelpunt te komen en blijft het gewoon 3-3. Inworp aan de rechterkant met een voorzet van de rechterkant richting is het uiteindelijk Pieter Brands, maar hij klopt op de buitenkant van de paal en zo blijft natuurlijk de standen gewoon gelijk. En is het wel een corner die opgeleverd wordt en genomen wordt door Ieder Neentjes richting tweede paal. Overgekopt opnieuw door Klaas Kramer. En dat is zijn derde mogelijkheid vanmiddag. Maar zijn kopballen hadden vandaag geen succes. Aanval over de linkerkant zoals zoveel via Rikert Jan Brands. Rikert Jan Brands is het Lucas Tol met een mooi hakje op Jan Ras. Jan Ras legt die bal bij de tweede paal. En dan kopt Rikert Jan Brands, de invaller, schitterend diagonaal in. En zo brengt hij Urk op, in de slotminuten van de wedstrijd op een 4-3 voorsprong. En het is de spelersgroep die ontzettend blij is. Maar ook de hele tribune ontplofte van blijdschap. Want dit hadden ze op dat moment misschien niet meer verwacht, wel gehoopt. En dan is het een schitterende kopbal van die invaller Pieter Brands na een voorzet van Jan Ras. En zo gaat het uiteindelijk, wordt het 4-3. Voor HSV Hoek te weinig tijd om nog wat te doen aan die 4-3. Ze probeerden het nog wel, maar Urk bleef in balbezit. En is het opnieuw Jan Ras met een 1-2'tje, maar dat mislukt. En toch maar even opletten om die tegenaanval eruit te halen. En dan is het Hoek, blijft het toch gevaarlijk. Is het uiteindelijk Rikert Jan Brands
die de bal onderschept en legt die bal dan een keer hoog voor het doel. Want hij weet dat het wedstrijd afgelopen is. Urk wint deze spectaculaire wedstrijd naar een zeer emotionele week met 4-3 en een verdiende overwinning voor SV Urk, voor de hele selectie en de technische staf. Want ze hebben vandaag gestreden en man of the match was het hele team, inclusief de technische staf, na deze prachtige 4-3 overwinning op HSV Hoek. Nu gaan we luisteren naar de nabeschouwing van de trainer, de vervangend trainer van SV Urk, die de analyse geeft over de wedstrijd. Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties, Totec Installatietechniek en No Milk Today. Naast mij Albert Mark Nagel, de verantwoordelijk trainer vanmiddag voor SV Urk. Ja, Albert Mark, we komen er toch niet omheen om eerst even te vragen, wat voor impact had het tragische ongeval van afgelopen maandag op jullie selectie? Ik denk heel veel impact, Peter. Op maandagochtend krijg je het verschrikkelijke nieuws dat Karsten zijn zoon, onze trainer, door een tragisch ongeval om het leven is gekomen. Laat ik voor mezelf spreken, de 24 uur daarna kwam er in ieder geval bij mij niks meer uit mijn handen. Bij de selectie? Want jullie hebben afgelopen maandagavond een goed gesprek gehad, heb ik begrepen. Nou, maandagavond dat was een hele fijne avond en ik denk ook een avond die bij SV Urk past. Staf, spelers, bestuur. Ik vond dat onze voorzitter echt hele fijne woorden sprak. Maandagavond was een moment om daarover met elkaar even te spreken. Hè, maar ook een moment om gewoon even stil te zijn. En dinsdag hebben we dat met elkaar opgepakt. Relax getraind. Donderdag wat meer naar de wedstrijd toegeleefd. En vandaag waren die gasten echt heel trots. Ik ben heel trots op die gasten. Hè, maar ik denk dat we met z'n allen heel trots op die gasten moeten zijn. Ik denk dat we dat als club hebben gedaan. En we staan met z'n allen om Karsten heen. Maandag zal ook een hele lastige dag zijn. Maar onze trainer wilde graag dat we speelden. Die spelers wilden ook unaniem spelen. Dat dan uitgerekend Pieter Brands, die wat teleurgesteld was dat hij niet in de basis stond, de winnende maakt. Dat vind ik fantastisch voor hem, maar ook gewoon fantastisch voor de club. Dan hebben we het meteen maar over de wedstrijd. Want ja, Gert-Jan wilde heel graag dat jullie voetbalden. Ja, een wedstrijd die begint op een manier, zoals jij voor die tijd tegen mij zei, wij zijn heel benauwd voor balverlies op eigen helft. Ja, in de tweede minuut was het raak, hè? Dat klopt. We hadden ook even contact met de trainer van Volendam en die zei van, joh, weet je, we waren 80% aan de bal, maar we verloren wel. En wat zij zijn in de omschakeling gewoon heel gevaarlijk. En we hebben te makkelijk balverlies op eigen helft en met 2-3 ballen, 2-3 passes zit die bal erin. Dat was wel even zuur, maar we konden gelukkig snel de 1-1 maken. En dat was een doelpunt van Jan Ras, ja. En toen was Urk, ja, heer en meester, bijna. Want wat voor kansen creëerden jullie? Het werd uiteindelijk 1-2 Jan Ras, snel, 5e minuut. Daarna de 1-2 Lucas Schraal, 1-3 Lucas Tol. Ja, kans op kans, hè? Ik denk dat we de wedstrijd voor rust hadden moeten beslissen. Wij als staf hebben op de bank enorm genoten van hoe goed we aan de bal waren voor rust. Met denk ik als hoogtepunt die schitterende aanval voor de tribune langs. Die we uiteindelijk ernaast schoten. En we waren gewoon heel, heel vast aan de bal. We combineren goed. De patronen die we elke week trainen, die zie je in die momenten ook terugkomen. Ja, je moet jezelf wat meer belonen. Want ik denk dat we nog prima 2-3 extra goals hadden kunnen maken voor rust. En dan is het rust en dan ga je met 3-1 de rust in. En dan uiteindelijk, of 3-2 de rust in, sorry. En ja, dan in die tweede helft, ja, Hoek creëerde heel weinig kansen. Maar ook jullie konden in de opbouw, met name via het middenveld, weinig druk gaan zetten. Ja, wat lastig was vandaag, hè. Dat was een beetje tactisch. Hoek die veranderde wat in hun systeem. Hè. Die begonnen 5-3-2, die gingen naar 4-4-2. Misschien is dat ook lastig, hè? Even schakelen met elkaar. Ik denk dat het klopt. Ik denk dat we iets minder druk hadden op hun middenveld naar rust. Heel veel uitgespeelde kansen hebben zij ook niet gehad. Het eerste deel was misschien naar rust voor hun. En ik denk dat aan het eind van de wedstrijd,
En zeker na die 3-3, dat we nog wat extra konden met elkaar. En dat resulteerde ook in een schitterende goal van Pieter. Ja, een schitterende voorzet van de linkerkant en tegendraads ingekopt door Pieter Brands. Ja, heeft hij revanche genomen voor zichzelf op datgene dat hij net zei, hij was teruggesteld dat hij niet in de basis stond? Laat ik vooropstellen dat Pieter echt een fantastische kerel is. En ik gun al die, want we doen het vooral met elkaar, we gunnen al die gasten een basisplek. Maar je kunt er na strijken maar 10 opstellen. Dus dat was ook een hartstikke lastige keuze, het was echt de 50-50. Joel die mocht het vandaag doen. Dat hebben we ook met elkaar besloten. En ik vind het alleen maar mooi dat Pieter invalt. En net als vorig jaar was hij heel vaak beslissend. Nu is hij op derde divisieniveau ook beslissend. Dus vooral mooi voor hem. En ook, uiteraard ook mooi voor ons en voor de club. Ik wou het zeggen, want jullie hebben met name en heren zelf laten zien hoe goed Urk kan voetballen. De tweede helft karakter getoond. En uiteindelijk in de slotfase haalde hij die 4-3 overwinning binnen. Een schitterende overwinning namens de hele selectie. Heel hartelijk geweldig. En het is niet voor niks dat vandaag er geen man of the match was. Maar het hele team en de technische staf die deze week zo goed verwerkt hebben. En uiteindelijk een resultaat halen waar wij heel erg trots op zijn. Dankjewel Albert Mark voor datgene wat jullie deze week gedaan hebben. Voor de hele selectie gefeliciteerd en succes in die laatste 2 thuiswedstrijden. Of 2 uitwedstrijden. En dan wens ik iedereen een hele fijne decembermaand toe, want wij zien elkaar hier in het jaar 2022 niet meer terug, maar wel in de bekerwedstrijd tegen Katwijk. Hele fijne decembermaand en tot in 2023. Dank jullie wel.